Boekhandel Donner gaat zaterdag officieel open aan de Coolsingel. De boekwinkel heeft een plek in het Rijksmonument dat bekend staat als het ABN AMRO-gebouw. Ze kwamen er 5 jaar geleden in een roerige, spannende tijd en konden blijven. Ook tijdens de renovatie van het pand. We zijn nu allemaal eigenlijk het hele personeel is een beetje afgeracht en een beetje verstoft. Maar de komende weken worden wij heel erg trots als alles klaar is en de opening er is en we feest vieren met z'n allen. Dus ja, we zijn, het is even een eindpunt na 5 jaar hard werken en fantastisch. Het pand is in oude staat teruggebracht en daarmee worden bijzondere plekken zichtbaar. Dit is een van de eerste gebouwen die we opgebouwd werden. In 1941 heeft daarna een hele tijd stilgelegen en is in 1948-49 helemaal afgemaakt en in gebruik genomen door de bank. Ja, nu zitten wij hier in een fantastisch gebouw met heel veel licht en het prachtige glaswerk van Kopier, wat zowel in het trappenhuis te zien is als in de winkel zelf. Het is, het begint op begaande grond en het is 5 verdiepingen hoog. Het staan allemaal taferelen van Rotterdam, dus allerlei iconen zoals Laurenskerk en molens. Ik denk van Delfshaven, weet ik niet zeker. Je ziet de Holland-Amerika-lijn, je ziet de hef. Ja, het is echt fantastisch mooi. Ja, gelukkig bewaard gebleven, want het is heel lang niet te zien geweest. Want vanaf de andere kant zag je nooit iemand, is het ook slechter te zien moet ik zeggen. Vanaf deze kant zat die liftkoker erin. Dus fijn dat we het weer terug hebben.